Het besluit om te bezuinigen op het onderhoud van de groenstroken door het minder vaak te maaien valt niet bij iedereen in goede aarde. Nou ja, de boosheid komt een beetje van de verloedering die dan plaatsvindt. We houden zelf allemaal netjes onze tuinen bij. En als je dan eigenlijk net een klein stukje verder loopt de stoep op, dan zie je de hoge gras wat geen gezicht meer is eigenlijk. Dus dat verloedert toch wel weer de buurt dan. En dat vind ik wel... jammer dat dat zo moet gebeuren eigenlijk. Ik denk van twee keer in het jaar dan maar maaien, dat gaat er bij mij niet in. Nog maar heel kort geleden, dus drie keer over, wel een machine komt om de straat schoon te vegen. Maar dan niet iemand dan kunnen opzetten om dan het gras te gaan maaien. Ja. Ik hoop dat de gemeente zich toch wel een beetje gaat bedenken om dat daar toch wel verandering in gaat komen. Dat het niet zo moet zijn dat wij als... Ik bedoel, nou hebben wij onze grasmaaier ervoor gebruikt, waar eigenlijk het gras al veel te hoog voor was. Misschien sloeg al etelijke keren uit eigenlijk, omdat je er niet eens meer fatsoenlijk doorheen kunt komen eigenlijk. En ja, daar zijn onze machines denk ik niet voor gemaakt. Dus ja, dan denk ik van, ik hoop wel dat de gemeente zich toch wel even bedenkt om daar toch wel iets anders aan te gaan doen. Ik denk dat het wel belangrijk is dat iedereen goed begrijpt dat bezuinigingen in de openbare ruimte altijd leiden tot een ander aanzicht van die openbare ruimte. En dat als wij dat met z'n allen in stand willen houden, het belangrijk is dat mensen ook daarvoor hun handen uit de mouwen steken. We verwachten dat we tot en met 2017 2 miljoen kunnen besparen. En we hebben op dit moment 1,3 miljoen gerealiseerd. Ook bladeren, zwerfafval en hondenpoep zal veel minder vaak worden opgeruimd.